Wat heb ik verschrikkelijke trek, mannen. En dat komt echt goed uit. Want kijk wat ik voor jullie gehaald heb. Alles van de gebakschaam. Die ideeën zijn echt op, hè? Ja, die ideeën zijn echt op. Waarom hebben ze bij de gebakschaam zoveel verschillende wafels? Het is eigenlijk best wel een triest soortje. We gaan mag ik deze shot kunnen? Je mag vandaag niet zelf kiezen wat je gaat eten. Omdat we gaan beginnen per bord. En we hebben dan kaarten waarmee we gaan beslissen wie wat gaat eten. Wat voor kaart hebben we dan? Oh. Ja, als we kaart hebben, dat vraag je natuurlijk af. Kaartjes voor Suzanne Freek? Ook geen geboortekaarten. Te goed kaarten. Nee, het zijn... Oh mijn god! Bankzitterskaartje! Niet de enige product placement van deze video, want we hebben ook hele mooie truien aan. Oh ja, kerstmis! Mensen, jullie hebben het op Instagram natuurlijk al gezien. Maar op bankzitters.nl zijn nu deze vette kersttruien te koop en die kaartspellen. Dan denk je van, dat is weinig, dat klopt. Ja. Als je nu je trui bestelt, heb je hem voor kerst binnen. Als jij een lijstje maakt voor de kerstman, ik zou deze erop zetten. Ja. Afgelopen weekend zat ik dus in mijn kersttrui, lekker te kaarten met die kaart. En ze spelen uitstekend. Maar mocht je nou denken, zo'n trui en zo'n kaartspel, nou, dat heb ik allebei al gekocht. Maar ik wil nog meer kopen. Nou, dat kan ook nog. Ja, want Erup. Nee! Ze zijn weer terug! Als we vies en ongezond gaan eten, willen we dat gewoon wegspoelen met lekker water. Ja. Met niet een smaakje. Nee. Met een geurtje. Oh, die geur. Met een odeur. Ze hebben weer hele dikke bundels die je gewoon naar huis halen voor de kerst. En die kun je gewoon checken via de link in de beschrijving. En echt hele dikke bundels. Ziet ze nu in beeld. Ik weet niet hoe de bundels heten, want die stonden niet per se in de talking points. Erup, hier zijn echt lesjes, want we mogen altijd alles zeggen. Ik vind dat wij in 2022 mogen we elke keer een eigen Erup smaak maken. Ja. Zo. Ik heb honger! Ik wil even uit de video af. Help, ik zit in de zak. Leuk drankspelletje. Leuk extra dingetje toevoeging aan het drankspel. Je gaat bussen. Maar elke keer zeg je dan één persoon. Dus bijvoorbeeld mijn persoon is Mattie. En elke keer als dan Mattie op de kaart staat, moet ik een extra shotje nemen. Zo! Laten we beginnen met dat. Welk gerechtje? Gerechtje. Moeten we nog even zeggen over een eetchallenge dat als je heel veel van eten houdt, dat je dit niet moet kijken? Oh ja, mensen. Ja, we zijn niet gesponsord door de gebakskraam. Mensen, als je denkt, dit is super gezond, nee, dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Dus eet er vooral niet te veel van. We pakken allemaal een kaart. Degene die de hoogste kaart had, mag als eerste kiezen van dat. Zo, dan doen we dat. Goeie. Wat een mooi spel trouwens, Jon. En J is een joker of een boer? Nee, het stroommannetje is een joker. Ik heb een hele lekkere kaart. Ik heb namelijk de zomer Mattie. En dat is nummer 9. Zomer. Koning Mattie. Oh, dit is mijn. Oh! Win Mattie. Lovely! Oh! Vissertje hoef! 2. Robert Milo, man. Oh, ik heb er 4. Teletubby Koen. Hij nog de laatste keuze, man. Ik zie hier allemaal dingen liggen en dan kan je natuurlijk... Oh, wat is dit? Ja, dat ga ik echt afvinden. Ik denk een soort Oreo-vulling is. Roomkaas. Ik kan natuurlijk voor een normaal oliebolletje gaan. Ga je nog kiezen of moeten we hier nog een uur blijven zitten? Hou je bek, jongen. Ik ga voor dit met chocola. Ik ga voor de Berliner Bol. Oh, de Berliner Bol. Ja, ik voor de appelbusier, want hopelijk een appelbusier. Dit is helemaal geen appelbusier, man. Ik wil die roomkaas, wil ik, man. Ik wil die roomkaas. Gaan we allemaal voor dit bord? Niemand wil een wafeltje doen. Nee, je moet eerst naar dat bord. Je moet dat bord. Gadverdamme, deze vulling, jongen. Dit is heel lekker. Ik heb nu wel gelijk al spijt. Na 2 jaar pak ik nu met zo'n klein matig dingetje mee gegaan. Oh. Ik ben gewoon een pot Nutella met een heel klein randje eromheen. Bo, ik ben Oreo-vulling aan het eten in dezelfde hoeveelheid. Die van Rob is gezond, want er zit fruit in. Rob, kleine review, wat vind je ervan? Een beetje vet. Vindt die ook van jou? Goed, er is helemaal niks meer. Bro, ik zeg het, ik heb echt goed. Ik vind het echt fucking lekker wat ik nu aan het eten ben. Ik vind het voor een Berliner Bol een soort spons. Het is echt alsof ik een volgezogen spons aan het eten ben. Hallo, hoe smaakt jouw Oreo-vulling? Als je dit chapt. Dan ben je van echt een viesbuik. Ja, maar je moet het eten voor de video. Oké. Okay. Maar wat mij opvalt, de kleintjes zijn overgebleven. De normale oliebollen ligt er nog en de normale oliebollen. Ja, maar nu had ik honger. Ik zit oprecht vol. Deze was niet normaal. Ik heb gewoon letterlijk voor echt zo'n bonk met Oreo-crème zitten vreten. Chocola vult wel heel erg. Dit is niet eens chocola, hè? Dat is gewoon die suikercrème. Ik ga even een glaasje water hebben. Dat kan niet. Nee. Water is concurrerend voor Erup. Mag niet. Dus ik mag niks drinken. Nee. Tijd voor de wafelronde. De wat? De wafelronde. We hebben 8 heerlijke wafels. We hebben 5 kaarten van ons allemaal 1. Aan wie de eer? Hey, want wanneer mag ik kiezen? Nou ja, de kaart die jij nu pakt, de persoon die mag kiezen. Dus dit is... Oh, ik zie 6 kwallen. Zes kwallen. Dat is een goede kaart. De kwallen mag kiezen. 6. Dus ik mag nu kiezen van de wafels. Van de 2 borden met wafels mag je een wafel kiezen. Maar kijk eens wat ik hier zie. Een roze met marshmallows. Dat heb ik niet lekker. Hopsakee. Je bent echt big boss als je niet met die kinderchocola neemt. Maar goed. Die mag misschien wel. Gully. Iemand een lekker wafeltje nemen. Dit is mijn tijd met Milan. Ik ook altijd veel wafels en gelato in de ijskraam en zo. Goed, welke ga ik kijken pakken? Pak die keukenkinderen. In de stijl van Gullit. Mag ik die winter? In de stijl van Gullit, omdat hij bij Haarlem natuurlijk zou... Precies. Ja. De derde keuze is voor... Ja. Oh, Jannie. Ja. Oh, pak die kinderen. Lekker, ja. Jongens. VVA! Het kan er maar één zijn. Ik ga voor de smachties. Het is Jannie Sekoen.
leopardchan. Irish coon. Ja, ik vind de spiegels met witte chocolade. Zullen we een eetwedstrijd doen? Wie de eerste mop heeft, die is gewoon de goat. Die krijgt een gratis kaartspel. 3, 2, 1. Oké, we zijn begonnen. Dat vind ik niet heerlijk. Oh, de smaak weet ons zo goed. Oh, deze is echt niet lekker. Dus zeg, als wij deze video's maken als we weer met 60 zijn, dan gaat gewoon één van ons dood, omdat er een ader dicht zit. Koude goede content. Hey, we zijn zo'n big fan van Smarties. Maar vroeger had je echt dat Smartie-ijsje. Dat was echt koude lekker. Die zeg serieus, Smartie. Het gaat er veel te makkelijk af, man. Hoe dat? Oh, jezus. Haar in mijn ding. Ik eet niet meer. Oh, zit mijn haar in. Maar in alles trouwens, ik eet niet meer. Nee. Eten. Ik zeg je heel eerlijk, ik voel me niet goed, man. Wow. Daar heb je al een paar jaar last van. Godverdamme. Geef gewoon op. Nee, flikker op. Ik krijg iets eten met haar. Je weet niet wat er nog meer in zit. Die heb ik al 100 dagen. Dan moet jij wel een van die twee zozen als vervanging. Pak nu. En die moet op. Ja, eet hap. Tempo, klaar. Ik heb dus nu echt persoonlijk heel veel zin in dit beukertje. Maar goed. Zullen we een wedstrijdje doen voor dat beukertje? Gaastig. Plof uit elkaar. We doen even een tussenronde, mensen. Ja. Voor dit beukertje. Want die ligt hier eenzaam. We gaan gewoon even kijken naar hoe diegene hem eet. Dit is een fucking trap. We hebben een bonusronde. Het is een bonusronde in negatieve zin. Nee. Vier man hoeven niks te eten. En de persoon die nu getrokken wordt door Milo. Die moet deze eten. Ik pak deze, man. De middelste. De middelste eerst. Die moet dus eten. De anderen hoeven niet te eten. 3, 2, 1. Raoul, ja, goed, hij zit er goed in. Wel de lekkerste, hè, van de aflevering. Ik moet wel zeggen dat de odds vrij hoog waren op Roel. Ik zat er niet eens in. Dat is zo lekker smaak. Je baat echt toch helemaal goed weer. Dankjewel, ja, man. Jij bent bruin ook. Hij zit hem echt als een ongelofelijke barbaarje. Wat een ranzige aap. Nee, er zit een haar in dit ding, man. Dan moet je eigenlijk niet meer op. Ik eet niet meer op. We doen de donutronde. We hebben nog 6 donuts. Dus daarvoor gaan we er 5 chappen. Nou, pak je kaart er maar weer bij. Kunnen ook dat, zeg maar, dan die donut doe je dan zeg maar, om je lul en moet de andere dan afhappen. Gastboel, what the fuck, ouwe. Zullen we doen wie het laagste pakt nu mag als eerst kiezen? Wat moet ik nu doen? Ik kaart pakken. De laagste mag als eerst kiezen. Net mocht de hoogste als eerst kiezen. Oké, de laagste mag als eerst kiezen. Ik had nog geen eerst. Ik had net een 2. Oké, ik heb een joker. Dan mag je zelf kiezen wat je hebt. Ik neem een 2. 9, man. Ik heb nog een lelijke 9 ook. Oei! Een 1 of een 11, hè, jongens? Een 11. Dat is een 11? Ja, dat is een hoogste. Ik heb een 4. Ik heb een 5. Ik denk dat die suikerdonut ga ik niet in de buurt van Milo leggen, want dan weet ik wat hij gaat doen. Dan nemen we gewoon deze kaneeldonut of zo. Ik denk poedersuiker wel goed is, man. Nee, die poedersuiker is van Milo. Zo, dus dan, wat heb ik daarmee te maken? Ik wil gewoon Milo's hele gezicht in die donut. Ga je denk ik iets kinderachtig doen met die poedersuikerdonut? Nee. Oké, dan neem ik denk ik toch die zonder. Ja. Wat een pussy moves, hè? Wat een pussy moves, hè? Dat roer gaat toegevoegd. Ik denk dat deze misschien wel vulling hebben, man. Die vind is wel lekker. Nu ben ik, hè? Ik vind deze oprecht lekker uitzien. Deze ziet ook wel lekker uit. Ga lekker aan alles zitten. Misschien moet je wat haren erop gooien. Ik kies deze. Oh, sorry, ik word licht. Ik zeg even dat mensen die bang zijn als kersttrui moeten kopen voor een witte kerst. Vito, als je kijkt, gebruik echt niet echt cocaïne. Mensen, met deze kersttrui wordt het een leuke witte kerst. Ik ga even met een papiertje wat poedersuiker uit mijn neus halen als je het niet erg vindt. Waarom zijn die gebakskramen dan aan het eind van het jaar? Want dit is eigenlijk, behalve die oliebol, is het gewoon het hele jaar door eten, toch? Ik ga nog niet van die chocoladewafels eten met 30 graden. Okay. We zitten nog met z'n allen op jou te wachten. Ja, we wachten op jou, want deze video is bijna klaar. De laatste ronde, jullie zien, er zijn nog een paar klappertjes. We hebben nog 3 wafels. Nou, die wil je niet. Deze donut met vulling. Wil je ook niet. Het is gewoon een kut video natuurlijk weer. Maar, ik heb hier, Pepsi Game! 5 kaarten. Ik kan zo kaart gooien, let op. Ja. Oh, kut. Van alle 5 mensen zit er 1 kaart in. Vervolgens beginnen we bij Matt. En stel Matt pakt Koen, dan mag Matt dus kiezen wat Koen moet eten. Dat is omdat ik begin heb ik altijd een ziek voordeel. Tenzij je jezelf, oh huh? Ja, inderdaad. Pak maar even. Dan kun je hem in principe zelf niet meer krijgen. Oei, Roelie. Oei. Oei. Ja, zijn we allemaal over eens dat die wafels uit het spel moeten, dus roeien met deze wafels. Deze gaat verdamme, man. Zit er haar in? Ja, maar jij bent geen pussy, je eet hem wel op. Ja, maar echt, dit zijn lange ogen. Wie dan mag pakken? Ik ga niet deze pakken, je hebt expert boven. Ik pak de onderste, man. De onderste. Nee, man. Even achter. Dat ben ik zelf. Oh, nee. Dan ga ik voor mezelf misschien deze. Oh, ja? Ja? Dit is triest. Oeh, dat had ik niet verwacht. De oliebol zit er nog in. De oliebol zit er nog in. Stroopmankaartje. Ik vind jezelf trekken telt niet. Wat heb je dan gisteravond gedaan? Ik heb niet een aftrok gisteren. Mezelf. Je voelt het niet. Je voelt hele negatieve energie. Dat zou Mattie wel zijn. Los, laat los. Laat los. Wij zijn beste vrienden. Dus ik geef jou. Kut, sorry. Als Roel nu mij pakt, joh, dan geeft hij natuurlijk. Ja, gaan we sowieso na in dit. Misschien geef ik jou niet de wafel. Discordeer! Maar kan zijn dat ik jou niet de wafel heb. Nee, misschien trek ik Koen wel. Ja, klopt. Ik trek Koen wel. Wat een kutspel is dit ook, zeg. De oddsign is een beetje: hij pakt Koen en dan geeft hij Koen de oliebol. Of hij pakt jou en dan geeft hij jou de wafel. Ik heb Koen. Ik ben echt benieuwd. Wat ik nu kies, dat moet jij dan eten. Dus stel Rob trekt Mat, dan moet Rob voor Mat bepalen. Ja.
Ja, maar kijk, je gaat mij naaien, dat snap ik. Maar wil je Rob zo makkelijk ervan af? Dat is ook... Tuurlijk wil ik Rob te makkelijk. Tuurlijk wil ik jou naaien. Wat probeer je nou voor mannen? Ik bedoel Koen. Wil je Koen zo makkelijk ervan af laten komen? Die heeft die halve wafel weggegooid. Oh ja, Koen was wel te laat vanochtend, hè? Ja, straf mag je zo'n vette bonk. Mag je dan... Ga Matt, veel succes met de chocoladeschikkels. Ik zit plof uit elkaar. Hoeveel happen heb je dit op, denk je? Godverdamme. Ik ga proberen voor twee, focus maar focus ligt wel Mattie mee, maar we vergeten ook dat Rob ook gewoon een hele dikke... Ja. Jongens, wie weet de geboortedag van Niels zondag uit zo'n 28-12-1989. Roep gelijk. Het is ijskoud. Dan hoeven we mijn handen niet op te letten. Ik kreeg 3 kaartjes voor het concert van Nielson en Mattie mag niet mee. Ik vind Nielson echt wel leuk. Zal ik iets leuks vertellen? Ik ging dus kijken naar die escort, want ik wilde weten hoe ze heten. En er stond een linktree in. Dus ik denk, nou, doet ze nou ook echt escort? Dus ik klik erop. Heeft ze dus tegen betaling een sextape met 3 keer alibi. Wow. Nee, maar wel heel dichtbij. Tonnen er later. Zullen we die moeten we kopen? Die moeten we in de chat gooien. Gewoon. Wij hebben een goed filmpje toen de naaktfoto's van een bepaalde persoon uitgelekt waren. Sarah Larsson. Toen heeft Milo zijn telefoon lopen likken om het kutje van... Nee. Hey, de anus. Goed verhaal. Mannen, ik ben al een uur klaar. Even een beetje tempo erachter. Ja, die met die grote knop hoef ik niet meer te zien. Hé, hey, man, hoeveel kom jij klaar? Denk je dat ik het opborrel of zo? Ik heb niet eens een grote balzak. Ik heb gewoon ongelooflijk groot dijbeen. En... Man, dus jij jezelf vergelijkt met de beelden die je ziet op de adult sites. Kom schots. Zou je dan zeggen dat je meer of minder dan die mensen produceert? Oh, wat gebeurt hier allemaal? Oh, jij schotsen bedoel jij? Ja, ja, ja. Hé, dat wafeltje nou zo. Dat is niet eerlijk, dat is mijn wafel. Als Matt niet op bijt, ik ook niet. Oh. Ik eet hem al op, maar hij heeft gewoon geholpen, dat is lief. Kom jij mij helpen? Hij kotst weer iets uit in de eetvideo. Eet maar lekker op. Ja, bedankt. Ja, dit kan ik niet eten. Die moet op. Ja, als ik jouw hoofd mag borstelen, dan weet ik wel. Dat is goed. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Dit was de gebakskraam, het was leem. Maar ik hoop dat jullie alsnog genoeg... Mensen, de camera waar je net op aan het kijken waren de hele tijd, die zijn allemaal helemaal vol. Net als onze buikjes. Bedankt Airup voor het sponsoren deze video. Dat waarderen we altijd heel erg. Drink die Airup, dat is gezond en het heeft een lekker smaakje en geurtje. Koop die bundels. Geen smaak, geur. Ja, maar je hoofd denkt dat het smaak is. Wat je hoofd ook denkt is, ik wil deze kersttrui kopen. En ik moet dat snel doen, want anders heb ik hem niet meer voor kerst. Net als deze kaarten kun je ook voor kerst halen, maar gewoon door het hele jaar. En Mattie heeft hele mooie wenkbrauwen. Doei doei!